We zijn hier in het historisch centrum Overijssel in Zwolle. 18 kilometer archief, kaarten, prenten, films. Alles wat verwijst naar de geschiedenis. Wij beginnen hier onze zoektocht naar het verleden van Overijssel. De geschiedenis van Overijssel begint zo'n 2000 eeuwen geleden. Gedurende de laatste twee ijstijden kreeg dit landschap van hoge stuwwallen, dekzandruggen en drassige lagen langzaam gestalte. Ik sta hier op de rand van de Noetselenberg. De Noetselenberg is een berg gevormd in de ijstijd, in het Salien. Maar elk verhaal begint natuurlijk eerst bij wat is er ooit geweest. Het verhaal begint bij het grind en zandafzettingen. Dit grind, weten deskundigen, is afgezet door de rivieren. Welke rivieren? Dat zijn in dit geval de Noord-Duitse rivieren, al de Elbe, de Wezer, de Eems, maar vooral onze Rijn. Waarom is dit belangrijk? Nederland was in die tijd, praten we 100.000 jaar geleden, helemaal vlak. Allemaal zand- en grindafzettingen. Maar het werd kouder in Scandinavië. Het waterpeil begon te zakken. Met andere woorden, de Rijn ging een dal vormen. Dat deden andere rivieren ook. En dan begint in feite het volgende verhaal. Door die zand- en grindafzettingen met hun dalen kwamen de grote landijsmassa's aan vanuit Scandinavië. Velen van jullie weten dat het landijs naar Nederland toeschoof vanuit Scandinavië. Maar hoe dik was dat landijs nou? Nou, we weten van keileemafzettingen onder het landijs bij Apeldoorn gemeten. En de hoogte van de stuwwal dat we zeker uitkomen dik van het ijs van 300 meter. Er werden gigantische porties zand en grind opgeduwd tot onze huidige stuwwallen. Hier zien we dus het gevolg van de enorme opduwing van zand en grind door het landijs. Maar je ziet hier ook dat er enorme hoogteverschillen zijn. Hoe zijn die hoogteverschillen te verklaren? Nou, we gaan ervan uit in de geologie dat het ijs niet in de laatste ijstijd nog in Nederland is geweest, maar wel enorm koud. De ondergrond was bevroren, gevolg water stroomde over de oppervlak naar beneden en heeft als het ware een soort rivierdaal gevormd. De dalen die u achter mij ziet, dat zijn dus typische dalen, gevormd door smeltend sneeuwwater of door water wat komt uitschuren. Duinen in Overijssel? Hoe kan dat? Dat hebben we te danken aan het Weisseljen. Het was zo ongelooflijk koud. Er was geen plantengroei. Noordzee lag droog. Nederland droog. Overal stoof het zand. Zand werd over tientallen kilometers versleept hierheen. Dus aan de randen van de stuwwallen vinden we overal zandafzettingen uit het Weisseljen. We noemen ze de dekzandafzettingen. Zij veroorzaken de glooiingen en de golvingen in het landschap.
Er zijn dus stuifduinen gevormd in het Waagsien. Maar ook in latere tijd worden stuifduinen gevormd. Dat het echt het fijne stuivende zand is, laat ik u hier zien. Door het kale toenderlandschap van Overijssel zwerven bij tijd en wijle kleine groepen Neandertalers rond. Deze verre neven van de moderne mens hebben zich tussen circa 130.000 en 28.000 jaar geleden in het koude Europa weten te handhaven. De robuuste Neandertalers zijn kundige jagers en gaan hun prooidieren zoals de mammoet, de wolharige neushoorns, reuzenherten en steppenwicenten met stokken en pijlen te lijf. Vermoedelijk verblijven ze alleen in de zomer in het onbeschutte laagland en zoeken ze 's winters bescherming in zuidelijker gelegen grotten. Welkom in de ijstijd. We staan hier in het landschap zoals Overijssel er zo'n 200.000 jaar geleden uitgezien heeft. Een koud en verlaten landschap met veel wind, waarin het voor een levend wezen zeker niet makkelijk geweest zal zijn om in dat landschap te overleven. Maar er was wel degelijk leven. Dit is zo'n voorbeeld van een diersoort die het heel goed kon redden in dat koude landschap. De wolharige neushoorn. Een neushoornsoort die met die lange vacht en korte oren, zodat ze niet zullen bevriezen, in staat was om zich in dat barre landschap te handhaven. Met zijn immens grote hoorn was hij in staat om zich heel goed te verdedigen tegen eventuele vijanden, hole leeuwen en dergelijke. De wolharige neushoorn was een echte planteneter. Met sterke grote maalkiezen was hij in staat om grassen en mossen en korstmossen fijn te malen. En daar moest hij natuurlijk heel wat van binnen krijgen om zo'n groot lijf in stand te kunnen houden. Dus het viel helemaal niet mee om in dat landschap te overleven. Een van de meest bekende dieren uit die tijd, en ook de grootste, was de wolharige mammoet. Mammoeten had je in grote getalen, kwamen in kuddes voor, ook hier in Nederland, hier in Overijssel. En het waren natuurlijk hele imposante dieren, met name door die gigantische slagtanden. Het woord mammoet is eigenlijk verkeerd in ons taalgebruik terechtgekomen. Bij mammoettankers en mammoettransporten en een heleboel andere woorden waar mammoet voor gezet wordt, denken we aan hele grote dingen. En vaak hebben mensen het gevoel dat een wolharige mammoet misschien wel 10 keer zo groot is geweest als een olifant. Dat is niet zo. Ze waren ongeveer even groot. Alleen de slagtanden van de mammoet waren wel een heel stuk groter. Een van de meest geduchte roofdieren die we hadden in die tijd was de sabeltandtijger. Genoemd natuurlijk zo vanwege de gigantische sabelvormige snijtanden in de bovenkaak. Eigenlijk spreken we tegenwoordig liever van sabeltandkat. Want het is een katachtige, maar hij leek helemaal niet op een tijger. Ook in gedrag leek hij eigenlijk meer op een hyena of een wolf. Want hij verraste zijn prooien niet door ze vanuit een hinderlaag te bespringen, zoals een leeuw of een tijger doet. Maar hij achtervolgde ze lange tijd en uiteindelijk kon hij ze dan overmeesteren. Omstreeks 10.000 jaar geleden breekt het Holoceen aan, het geologische tijdvak waarin we ons nog bevinden. Dankzij de hoge temperaturen begint de natuur welig te tieren. In Overijssel vestigen zich nu vertegenwoordigers van de Homo sapiens. Deze jagers en verzamelaars gaan zich vanaf ongeveer 6.000 jaar geleden ook richten op akkerbouw en veeteelt. Het zelf produceren van voedsel geeft meer bestaanszekerheid en het maakt het bovendien mogelijk in plaats van een tent een meer permanent onderkomen te bouwen. In Noordoost-Twente zijn bij Mander
de resten van een 18 meter lang hunebed blootgelegd, dat ongeveer 5000 jaar geleden is gebouwd. Bij de opgraving hebben archeologen scherven van ruim 300 potten gevonden. De grote hoeveelheid bijgaven wijst erop dat er veel stoffelijke overschotten zijn bijgezet. De grafkelder heeft zo'n 3 eeuwen dienst gedaan en moest geregeld zijn uitgeruimd. Ik zit hier op het hunebed van Mander. Een van de 2 hunebedden die we kennen in Overijssel. Tenminste, hunebedden. Er liggen hier geen grote stenen meer. Die zijn ooit een keer weggehaald. Er zijn opgravingen gedaan. De boel is goed onderzocht en uiteindelijk is daar weer een heuvel overheen gelegd. Hunebedden kennen we natuurlijk vooral uit Drenthe. Voor Overijssel zijn eigenlijk de grafheuvels veel karakteristieker. Die kunnen we vinden bijvoorbeeld op het Varse grafveld. Kijk, het Varse grafveld, een prachtig voorbeeld van een oude begraafplaats. Je ziet hier de grafheuvels liggen, er liggen nog urnenvelden tussen. Het ziet er echt heel mooi uit hier. We staan hier bovenop de grafheuvel. Hier om me heen zie je er nog een aantal liggen. Het is een plek die al 5000 jaar oud is. 5000 jaar geleden werden hier mensen begraven. Moet je even goed realiseren, dat is 3000 jaar verder terug dan onze jaartelling oud is. Het zijn vrij grote heuvels hier, toch is het waarschijnlijk, maar voor één man gemaakt. Het zal dan hoogstwaarschijnlijk ook wel een leider van zijn gemeenschap geweest zijn. Het waren kleine boeren-nederzettingen hier. De jagers-verzamelaars zijn zich gaan vestigen. En op dat moment werd het ook de moeite waard om daar wat meer aandacht aan te besteden. Ze zochten er ook wel plekken voor uit. Vaak plekken waar ze al wel iets mee hadden, een beetje mythische achtergrond hadden. Of juist langs doorgaande wegen naar andere nederzettingen liepen. Veel vondsten zijn er hier nooit echt in gedaan, in deze arme gronden. Blijft er niet zo heel veel van over. Ook van de lijken die hierin liggen is eigenlijk nauwelijks meer iets terug te vinden. Als je zou gaan graven, dat doen we eigenlijk niet meer. Maar als je zou gaan graven, dan vind je soms nog een lijkschaduw terug. Een heel dun laagje zand, net iets anders van kleur dan het omringende gebied. Dat is wat je er nog van terugvindt. De vroegste geschreven berichten over Overijssel dateren uit de Karolingische tijd, 750 tot 900. De eerste vermelding van de rivier de IJssel, de naamgever van de provincie, is te vinden in een akte van 29 juni 797. In dit document schenkt een groot grondbezitter aan de Sint-Salvatorkerk in Wichmond onder meer ontgonnen land in de bossen langs de Hisla. Wellicht hetzelfde graafschap dat kort daarna in een andere akte wordt aangeduid als Salahon, daar waar de IJssel in de zee stroomt. De naam Salahon of Saland is vermoedelijk ontleend aan de Saliërs, die omtrent de 3e eeuw aan de oostzijde van de IJssel verblijven. In de volksverhuizingstijd trekken de Saliërs zuidwaarts en ze gaan op in het grote stammenverband van de Franken. Dit is het oudste document van het historisch centrum. Daar is men ontzettend trots op, want het stamt uit de 10e, 11e eeuw. Het handelt over Karel de Grote en het bevat een prekenverzameling.
Karel de Grote leefde zo rond 800. Karel de Grote introduceerde een nieuw bestuursstelsel, het zogenaamde feodale stelsel, waarin hij zijn grond in onderpand gaf aan zijn leenmannen of vazallen. Hij introduceerde ook het christelijk geloof, de vurend zwaard. En zo predikte rond 770 Libuinus in Deventer dit nieuwe geloof. De zendeling Libuinus verkondigt omstreeks 770 de christelijke leer in de IJsselvallei, het grensgebied tussen Franken en Saksen. De Angelsaksische monnik en zijn getrouwen werken vanuit het door de machtige Frankische koningen beschermde Utrecht. Libuinus bouwt in de ontluikende handelsnederzetting Deventer een houten kerkje. Dit bedehuis gaat al snel bij een overval door een Saksische krijgsbende in vlammen op, maar wordt rond 775, kort na de dood van Libuinus, door zijn opvolger Luidiger herbouwd. De overgang van de heidense cultus naar het christendom is een moeizaam en langdurig proces. De opvolgers van Karel de Grote verdelen het omvangrijke Karolingische Rijk, dat zich ontvouwde van Nederland tot Italië en van Noordoost-Duitsland tot Noord-Spanje in steeds kleinere stukken. In de komende jaren ligt de nadruk op het herstel van het overheidsgezag en de handhaving van orde en rust, terwijl landbouw en handel door een actief economisch beleid van koning en kerk worden gestimuleerd. Daardoor neemt ook in Overijssel de bevolking gestaag toe. We hebben de eerste stappen gezet in het verleden van Overijssel. We hebben de geboorte van Overijssel gezien. We zijn gekomen tot 1086, dan doet het bisschoppelijk bestuur zijn intree. Maar daarover de volgende week meer. In het kader van het verleden van Nederland vinden ook in Overijssel diverse activiteiten plaats. Een kleine selectie. Onder de noemer typisch Hollands is in het Historisch Museum in De Waag in Deventer een selectie te zien van geschilderde Hollandse landschappen met als thema's onder meer bollenvelden, molens, stranden en grachten. Op zaterdag 18 oktober geeft historisch geograaf Dr. Harenes in De Waag een lezing over de geschiedenis van het Hollandse landschap. 8 verrassende wandelroutes en 2 audiotours door de Hanzesteden Zwolle en Zutphen aan de IJssel. Ontdek de geschiedenis van de Hanzesteden. Met een routeboekje en een rugzak reis je terug in de tijd. Een avontuurlijke tijdreis in 6400 stappen via zogenoemde DVD's. Oftewel driedubbel versnelde doorgangen door de prehistorie en middeleeuwen met opdrachten voor onderweg. De wandeling terug in de tijd duurt circa 4 uur. 12 Sallandse musea openen hun deuren tijdens de eerste museumnacht. 'S Avonds zijn er bijzondere activiteiten zoals concerten, filmvoorstellingen, lezingen of rondleidingen. Voor iedereen in en buiten Salland. MUZIEK